Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. De Blondie in de binnenbak. Ik heb zo les. Ik schrok. De bak is helemaal leeg. Ik heb gisteren natuurlijk al les gehad. Dat was nog van de vorige weekvlog. En vandaag weer. En middag gaat er ook iets leuks gebeuren. Maar dat zien we later. Ik ga nu maar even instappen, draven. En wachten totdat Daan er is. Gisteren dressuurles gehad met Tess, dus daar gaan we vandaag natuurlijk eventjes op doorbreien. We hopen dat we eigenlijk kunnen beginnen, het liefst zoals dat we gisteren geëindigd zijn. Dat we vandaag nog ietsje meer het wijken mee kunnen pakken en dat ook iets proeftechnischer kunnen oefenen. Goed, wat je doet Tess is goed, maar ik vind het aan de teugel is het net te vrijblijvend. Dus het is net te lang. Je mag daar best een beetje verbinding maken en vragen dat je net ietsje meer aan kunt geven. Been mooi lang houden, hè? Terug zitten in je bovenlijf. Zo, ja, ja. Twee teugels verbinden. Ja, goed zo, dat is goed. En dan opvangen je zit. En twee teugels, gelijke verbinding. Dus als jij wil vragen aan rechts, dat is goed, want je voelt het goed. Maar probeer dan met je been en dan even daar die verbinding te houden. Dat je even blijft vragen totdat je voelt dat ze het ook snapt en begrijpt. Goed zo. Tess, iets meer tempocontrole als het kan. Ietsje rustiger draven. Twee teugels, zo, ja. Oh. Niet nog een keer slangenvolten. Ja, dat je een beetje blijft draaien. Goed zo. En daarin ook van de hand verandert. Tempo komt. En maak jezelf lang hè, als je langzamer wil. Dus krimp niet in elkaar. Maak je lang. Hier ook. Rustig laten draven. Dat je ook de tijd hebt om die wending mooi te rijden. Zo, ja. En dan doe je meteen bij de A nog een slangenvolten. Goed zo. Mag nog lager. Goed zo. Even een volt en blijf met dat tempo bezig, hè? Want dan is ze eigenlijk weer een beetje kort in de passen. Dus dan moeten we weer even een beetje die rug losmaken. Zo, dat ze weer meer ontspant en die passen losser maakt. Goed zo. Goed zo. Goed. Doe nog één keer die volt, zodat je straks weer na de C kan afwenden. Goed. Teugel niet langer laten, hè? Vanuit erin. Dus zorg, weet je, ga er niet volte wachten tot het een keer komt. Maar ga dingen doen. Dat is met onszelf ook. Als we willen dat we fit girl worden, dat kunnen we ook niet door alleen maar dit te doen de hele dag. Vast dat we iets af gaan vallen, maar pas als, als we alle spiergroepen aanspreken. Ja, ik kan hem in de les trouwens nog leuker, maar die ga ik niet voor camera zeggen. Dat is wel jammer. Als je dat hele lichaam aanspreekt, dan worden we fit girl. Dat is voor zo'n paard exact hetzelfde. Die willen we eigenlijk ook dat ze fit girl wordt. Dus dat we dan het hele lichaam trainen. En niet op de volte wachten tot die fit girl vanzelf gaat worden. Want dan gaat hij niet worden. Want als een paard mag kiezen, staat hij het liefst lekker in de wei de hele dag. Maar we willen samen als team willen we dingen gaan bereiken. Dus zorg dat je ook samen dingen gaat doen. Ga maar een keertje het wijken oefenen. Het hoeft niet te lukken, maar doe het eens op de volte of op het rechte stuk. Kijk maar. Ja? Ja? Goed zo. Lekker gereden. Het is vandaag woensdag en ik ben samen Blond. Ik hoor, ik val niet. Ik val maar Blond nu. En vandaag ga ik Blondie in de binnenbak rijden. Want buiten is nat. Het is heel erg nat. Het heeft heel de dag geregend. Ik was vandaag oude video's aan het terugkijken. Over Sterren en Bella. Wauw. En ik vond eigenlijk dat Sterren wel heel erg veel op Blondie lijkte. Dus ja, dat wou ik even met jullie mededelen. Nu ga ik Blondie poetsen. Zo, ik heb Blondie lekker gereden. Het ging vandaag echt heel erg goed. Ik ben trots op haar. Ik ga nu even hapjes doen, spullen opruimen en dan gaan we naar huis toe. Het is vandaag donderdag. Ik heb een springles samen met Blondie. Mijn moeder is nu aan het rijden. Ik heb TikTok in mijn hoofd. Ik heb vandaag heel de dag TikTok gekeken. Maar mijn moeder is nu aan het rijden daar buiten. Oké, we gaan even kijken of we dit filmen. Ja, ik doe mijn stal dicht. Kom, we gaan kijken. Daar is ze. Oké, ik draai even de camera om.
goed nieuws. Oh help. Oh help, wat is het goede nieuws? Wat is het goede nieuws? Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Nou, nu is het nog 1,48,0 is een Deponie. Per 1 april wordt dat 1,48,9. Dus daarmee zou Blondie dus een Deponie blijven. Tenzij ze ineens 2 centimeter groeit. Maar ja, voor 6 tot 7 groeien we meestal niet zoveel. Dus zij is toch nog een beetje ruiter, iets hoger geworden. Maar zonder dat ze uit de D gaat. En ik was dus ook nog, mocht iemand dat ooit met haar willen, ik kan ze wel zwart op. Te leuk. Zeker. Ja. 0,9 centimeter. Oké, ik ga weer rennen. Wiep, 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 wiep. Zo, ik ga nog even Blondie haar hoofdstelling doen en dan zijn we klaar, hè? Ja. Moment, till all the ponies are out of the arena. Wow. And then we can start the lesson. We can try it in English today. You can try. You can try. Try before you die. Goed, laten nu ook in de stap een heel klein beetje meer met de achterbeen naar voren toe stappen. Zo, ja. Oh. En als ze dan naar voren wil, dus als ze een beetje aandribbelt. Dat gaan we niet Engels doen, hè? Dan druk je daar meteen een beetje met je kuit opzij. Schouders mooi loshouden en heel goed. En als het lukt, mag je daar vanuit je kuit weer een beetje die achterbenen activeren. Hè? Goed zo. Oké, ga je zo galoppie maken. En dan komen we naar tijgerkruis los. Ja, heel goed. En dan opletten dat je boven de sprong niet ineens heel erg meespringt, hè? Goed zo. Oké. Dan komen we. Even een voltetje, dan mag je daarna meteen door naar de koe komen. Dus let dan op dat je niet boven de sprong ineens al helemaal in elkaar kruipt, hè? Blijf jezelf ook op de sprong mooi lang maken. Goed, zo. Mooi recht. En blijf rijden eraan. Goed zo, heel goed. Op tijd je galop goed, hè? Dat je er niet in de wending achter komt dat je in de verkeerde galop zit en dat je eigenlijk te hard ging. Dat je deze volte jezelf kunt besparen. En meteen na die gele zeg je ook hier blijven. Hier blijven. Ja. Heel goed gereden. Super. Ja. Goed Tess. Dit soort dingetjes gaan dit gewoon oefenen. Dat dit nu niet helemaal perfect lukt is ook omdat we dit vandaag denk ik voor het eerst doen, hè? Ja, ja, precies. Maar het is best heel goed om de ene week bijvoorbeeld een balk daar en een balk daar neer te leggen. Kijken hoeveel of hoe weinig galopsprongen kun je rijden. En om het daarna weer eens zo te doen. Dat je juist weer heel technisch afstanden gaat rijden. Dat jij dus bijvoorbeeld over die gele komt. Daar gaan we, hè. Dat als jij hier overheen komt, dat jij dus al hier voelt of ze groot springt. Of dat ze klein springt. Want als zij klein springt, dan kun je zeggen, nou, dan kunnen we door naar 4. En als zij heel groot springt, dan moet je een beetje wachten op 4. Dat je dadelijk bijvoorbeeld ook een keer in een parcours, dat als je dus ook voelt, ik heb 3 galopsprong of 2 of 4, dat als zij hier heel groot komt, dat je weet, ik moet een beetje wachten. Als ze normaal komt, dat je lekker mee kan rijden. En als ze een beetje klein komt, dat je dan een beetje bij kan rijden. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat we hiermee willen bereiken. Goed zo hoor, hartstikke goed. Allebei gereden. Blondie zoals gespringt. Ze mag zo eventjes saampies los. Dan gaan we zo lekker naar huis toe. Het is vandaag vrijdag. De tijd gaat ineens hard. Ik ben overmorgen jarig. De tijd ging ineens iets harder dan ik dacht. Blondie en Vrootje hebben net lekker in de molen gestaan. En ik ga nu Roventje even freestylen. Ze hebben ongeveer iets langer dan een uurtje erin gestaan. Want de aankomende dag gaat sneeuwen. Dus ik hoop dat ik... Dus ik hoop dat ik daar iets van kan filmen. Dat zien we dan in de volgende week vlog.
Nu ga ik even een rondje longeren, 20 minuutjes lang. En daarna gaat ze samen met Let's galop. Daarna gaat ze, wow, ik ging door mijn enkel. En daarna gaat ze samen met Blondie nog even 10 minuutjes losstaan. Doe ik dadelijk een dekertje weer op. En dan zijn we weer klaar voor vandaag, hè, Roosje? Oeh, braaf. Let op, gaan op. En hoe, draf. Let op, gaan op. Goed zo. Voorwaarts. En hoe, draf. Hoe, draf. En wijfie. Zijn al stoom vanaf? Helemaal bezweet. Goed gewerkt, hè?